Hallo allemaal, vandaag eindelijk weer een nieuwe video. En in deze video ga ik de nieuwe update van vandaag bekijken. En gaan we het wilde woud in, het nieuwe gebied. Ook ga ik een nieuw paard kopen. En ga ik nog een paar dingen vertellen over waarom er zo lang geen nieuwe video online is gekomen. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Doe zeker een blauw duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Allereerst wil ik een van deze vier nieuwe paarden kopen. Nou, nieuw, ze zijn eigenlijk niet zo heel nieuw meer. Ze zijn een paar weken geleden uitgekomen. Maar ik heb eigenlijk al wel een beetje een favoriet. Ik vind ze allemaal heel erg leuk. Het zijn de wilde paarden van Jorvik. En ze zijn echt heel erg mooi. Sommige zien er gewoon heel natuurlijk uit. Zoals deze, die Palomino en die bruine. En sommige hebben ook een beetje magische tint of zo. Met deze gekleurde manen. Zoals deze met blauw. En ik vind ze echt allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dat ik deze ga kopen. Want ik weet niet waarom. Maar ik vind hem toch de leukste van allemaal. En ik ben heel erg benieuwd. Ik vind hem er echt heel erg leuk uitzien. Dus ik ga even snel een naam bedenken. Ik heb een naam gevonden en ik noem hem Apple King. En we gaan hem nu kopen. Laten we hem snel gaan bekijken. Hij staat hier al. Apple King. Oh, hij is echt heel groot. Ik hou echt van die grote paarden. Oh, kijk nou. Oh, die haren. Zijn manen. Bewegen echt heel mooi mee. En staart. Oh, ik vind hem echt leuk. Laten we eventjes mijn setje op hem doen. Even het setje van dit paard pakken. Zo. En dan zetten we dit paard weer. Oh, wacht, nu nog niet. Anders dan gaat het andere paard ook in de stal. En dat willen we niet. Nu kan het wel. Zo, even deze weer in de stal zetten. En dan kunnen we deze gaan opzadelen. Oeh, even kijken. Dit zijn de basisuitrusting. Die kan weg. Oh. Ja. En als het goed is kan je de manen van dit paard ook nog aanpassen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Daar ga ik ook even voor kijken. En daarna gaan we eindelijk naar de missies. Even kijken. Want volgens mij... Oh, hij galoppeert echt heel schattig. Nou, hij is echt heel leuk. Die oortjes ook. Die pluisjes aan die oortjes. Het is echt leuk. Ik ben heel benieuwd naar de andere manen. Even kijken hier. Zo is de kapper. Je kan zo kort doen. Ik vind dat niet zo heel erg mooi. Knotjes. De langere en de langste. Je kan ze zo... Deze vind ik wel heel gaaf. Zo ik doe deze even weg. Dat ze zo als een fjord eigenlijk een beetje zo omhoog staan. En je kan... Oh, dit is gaaf. Dit is helemaal heel erg behaard. Dit is gewoon... Met de gladde vacht, zeg maar. En dit is niet met de gladde vacht. Even kijken hoe hij er aan de andere kant uitziet. Oh, ik vind hem zo wel heel cool. Ik denk dat ik hem zo ga doen. Ja, ik ga hem zo doen. Deze is echt heel leuk. En we hebben een nieuw paardje. Kijk hoe cool die is. Hij is echt zo heel groot. En oh, hij is echt leuk. En we zijn aangekomen in Dundul. En nu gaan we onderweg naar de nieuwe missies. En die zijn een stukje verderop hier zo. Ik ben echt super super benieuwd. En ondertussen dat we er naartoe rijden. Ga ik vast vertellen waarom er zo lang geen nieuwe Let's Play online is gekomen. En dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Allereerst de grootste redenen is eigenlijk omdat Star Stable... tegenwoordig ook best wel veel kleine updates heeft elke week. Zoals een nieuwe race of nieuwe kleren. En dat vind ik helemaal niet erg hoor. Ik vind dat altijd hartstikke leuk om gewoon te doen. Alleen een nieuwe race die doe je één keer. Dat is 2 minuten en dat is best lastig om een lange leuke video over te maken. En ook omdat ik dat eigenlijk niet meer zo heel erg leuk vind. Om van zoiets kleins een lange video te maken. Ik vind dat gewoon niet meer zo leuk als bijvoorbeeld deze update. Deze is een hele grote update, een heel nieuw gebied. Dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Dat is eigenlijk reden 1. En reden 2, ik heb mijn MAVO-diploma gehaald. En nu zit ik op een mbo-school. En dat is echt heel anders dan een middelbare school. Ik heb het er best wel druk mee. En daarom heb ik eigenlijk ook niet meer elke week tijd om elke week een video voor jullie op te nemen. Ik vind het best wel jammer. Maar ja, dat zijn eigenlijk de 2 redenen. Star Stable, best wel kleine updates. Waardoor het best moeilijk is om een leuke lange video te maken. En ik vind het eigenlijk, dat is nog eigenlijk de grotere reden. Dat ik dat zelf niet meer zo leuk vind om een heel filmpje te maken over 1 race. Ondertussen ga ik dit alvast even doen hoor.
Ja, het is voor mij druk en ik vind kleine updates niet meer zo leuk. Ik ga wel nog update-filmpjes maken zoals deze. Gewoon de grote updates, want dat vind ik zelf heel erg leuk om te doen. Dus ja, jullie krijgen niet meer elke week een let's play van mij te zien. Sorry daarvoor. Maar ik wil me wel meer gaan focussen op het maken van films en series. Want jullie hebben dat ook al gezien. Ik heb twee Halloween-films gemaakt, één in het Engels en één in het Nederlands. En ben daar al aan begonnen begin oktober. En die is dus gekomen eind oktober. Dus je bent daar best wel lang mee bezig om zo'n film in elkaar te zetten. Maar ik vind dat echt heel erg leuk om te doen. Dus daar wil ik me meer op gaan focussen. Dus ja, er komen iets minder filmpjes voor jullie. Dus niet meer elke week. Iets minder dan dat. Ik ga wel nog een let's play maken met elke grote update. Halloween heb ik dan even gemist door die film. Ja, dus minder let's plays, alleen van de grote updates. En ik ga me meer focussen op het maken van films en series. Dat wil ik heel eventjes, dat wilde ik even aan jullie verteld hebben. En dan gaan we nu snel weer door met de missies. Weet iemand iets over onze groepsleider? Ik hoorde dat hij in de Australische Outback heeft gewerkt. Wat? Nou, ik ga dit niet allemaal lezen. Want ik ben veel te nieuwsgierig naar het nieuwe gebied en ik wil daar heel graag heen. Dit is Apple King. Een vraag. Ben je klaar voor de expeditie? Ik ben er klaar voor. Ik denk het wel. Hier heb ik me niet voor aangemeld. Oh, ik ben er klaar voor hoor. Ik ben er altijd klaar voor. Oh, gaan we er al heen? Oh, wacht. Nee, daar komt Rania. Ik dacht dat ze er al bij stond. Daar is Rania. Bla 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 bla. Oh, Rowan. Oh, ik dacht dat. Die heb ik nog nooit gezien. Wat heb je nog meer te vertellen? Ga samen met de Jurgen Rangers naar de kloof van Rover. Oeh, spannend. Ik heb ook zelf echt al heel lang niet meer Star Stable gespeeld. Wat ik al zei, ik heb de laatste tijd echt heel druk met school. Ik heb, hoe lang? Nou, sinds de laatste Let's Play heb ik volgens mij, dat was de laatste keer dat ik echt Star Stable heb gespeeld. Dus het is voor mij ook weer even wennen, maar ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb het wel echt heel erg gemist om zo'n Let's Play te maken. Ik ga er ook echt niet mee stoppen voor de duidelijkheid hoor. Echt niet. Gewoon alleen van de grote updates. Want ja, dat vind ik zelf ook gewoon veel leuker om te doen. Zoals dit, een heel nieuw gebied. En over de films en series. Ik ga nu zorgen dat mijn serie, De Zoektocht naar Lucky, dat die af wordt gemaakt. Want ja, daar ben ik al veel te lang mee bezig geweest. Dus dat ga ik eerst doen. En daarna ga ik andere films en series maken. Gewoon korte films. Als jullie ideeën hebben, moet je het ook zeker in de reactie zetten, want dat vind ik heel leuk om te lezen. En we zijn er. Dit zijn allemaal struiken, we kunnen er niet doorheen. Help de Jurgen Rangers om de Bramenmuur weg te halen. Afstijgen. Oh, dit keer stijgen we vanzelf af. Dat is echt veel fijner. Oké, nou, we moeten dit weg gaan halen. Oh, ze staat. Oh, we gaan dwars door doorheen. Moeten we. Oh, er moeten er nog meer. Hier zo. Ik ben zo benieuwd naar het nieuwe gebied. Ik heb ook allemaal foto's gezien en het ziet er zo gaaf uit. Nog meer. Yes, nog meer. En we zijn er. Oh, ik wilde zeggen dat we er doorheen waren. Maar we zijn er nog niet doorheen. Het is een heel dik struikgewas. Maar op de website van Star Stable stond dus dat dit gebied al heel lang. Dat er niemand is geweest. Voor al heel lang. Dus dat er allemaal. Ja, wilde dieren of zo. Dat het gevaarlijk kan zijn, stond er. Dus ik ben heel, heel erg benieuwd. Want dan heb ik dat echt al veel te vaak gezegd. Maar we zijn er doorheen. Wat gebeurt er? Ik heb geen idee. Laten we kijken wat er gebeurt. Wat denk je dat aan de andere kant van de kloof van Rover is, Stephanie? Een gigantisch bos, groene open velden en ruig berglandschap. Laten we gaan voor een gigantisch bos. Dat zou geweldig zijn. Oeh. Er gebeurde iets. Auw, mijn been. Wat is er gebeurd? Gaat het, Astrid? Ze grepen me. Ze strekten zich en ze grepen me. De wilde bramen hebben haar gesneden. Ziet er niet best uit. Oh, daar komen ze hoor. Of nee, daar gaan ze. Ik ben echt een beetje in de war. Dat was mijn partij eng. Wat denk jij hiervan, Stephanie? Deze plek heeft nog heel wat geheimen voor ons. Al zou ik willen, ik kan het niet verklaren.
ik doe deze, want deze is wel het meest mysterieus en dat vind ik wel leuk. En dat kun je wel zeggen, ja, maar even serieus, er is iets op met deze plek. Ik weet alleen nog niet precies wat, maar het voelt wel raar. Nou, laten we snel verder kijken dan, want ik ben heel benieuwd. Het komt wel goed met haar. Ja, het komt wel goed met haar. Zware lucht, rottende planten. We gaan verder. Het ziet er echt uit als bergen, heel veel hier. Kent iemand het verhaal van het witte hert uit het wilde woud? Dat gaat over een spookree die tussen de struiken en de reuzenbomen zwerft. Als je dit zeldzame dier ziet, is dat een teken dat je iets indrukwekkends gaat beleven. Dan moeten we gaan kijken of we dat kunnen zien. Oh, ik vind het paard trouwens echt heel leuk. Hij is echt schattig en zo groot en pluizig. En het ziet er nu al heel mooi uit. Oh, kijk die brug helemaal van steen. Witte herten zijn fascinerend. Hun vacht is wit doordat ze lijden aan leucisme. Deze ziekte muteert steeds verder, maar soms spelen ook andere dingen een rol, zoals straling. Hoe kom je aan die verhalen in Nitan? Ja, hoe kom je eraan? Oeh, we gaan nu over die brug. Oh, wat ziet er echt heel mooi uit. Echt zo bos en bergen. Hier staat het wilde woud hierheen. Oh, ze blijven allemaal nog helemaal daar. Kom jullie. Ik wil verder. Ik wil weten wat er allemaal is. Ze zijn er weer. Oh, ik kijk op de kaart. Oh, het is echt groot. Hier zijn ze helemaal een meer volgens mij. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ze gaan niet zo hard. Oeh, kijk. Hier zijn heel veel bomen. Dat is logisch. Oh, dit ding staat er nog. Oh, het is wel echt heel gaaf. Ik had ook gelezen dat je hier ergens je thuisstal kan maken. Oeh, het gaat regenen. Oeh, en onweer. Waar gaan we heen? De een gaat daarheen, de ander gaat hierheen. Ik ga hierheen. Volgens mij komen we daar zo meteen weer allemaal uit bij elkaar. Het is echt helemaal mistig en het regent. Het is nu al echt super gaaf gemaakt. Hier weer een wegbordje, een wegwijzer. Paard gaat er vandoor. Moeten we nu terug of verder? Oh, daar zijn ze. Ho zeg, Shay, die gaat er vandoor. We moeten achter hem aan. Er moet iemand achter hem aan voordat hij zich verwondt. Nou, we gaan achter hem aan hoor. Of daar gaat Rania. Rania gaat achter hem aan. Wij gaan er ook achteraan hoor. Oh, dat is die boom waar je doorheen kan. Oh, dat is wel gaaf. Oh nee, dit is net als met die missies. Ik kan dat echt niet. Ik kan dit niet. Oh, een steen. Jongens, nee. Kom hier, paard. Dit is net als bij die missies van... wat was het nou met Rianon? Die ik ook nog steeds niet af heb. Maar die paarden die draaien zo snel. In ieder geval bij die missies van Rianon. Daardoor, ja, zoals die. Zo hele scherpe bochten. Dat kunnen onze paarden niet. Dus dan is het echt heel lastig om bij te houden. Maar zo gaat het volgens mij wel redelijk. Even kijken, niet te ver weggaan. Oh, maar het bos ziet er echt... Ook al is het mistig, het ziet er echt al heel mooi uit. Paard, kom hier. Ja... Gelukt, yes. Terug naar de mensen. Waar staan ze? Oh, hier. Rianon, Rania. Je paard is een level hoger. Rustig maar, Shay. Laat het geschrokken paard bijkomen van de schrik.
armpaard. Oh, de mist gaat weg. Oh, nu is het nog mooier. Oh, kijk nou hoe mooi. Het is echt een heel groot... Oh. Je kalmeert het paard door het rustig te benaderen en te aaien. Loop er rustig naartoe. Loop alleen verder naar het paard als hij zich rustig gedraagt. Maar oh, hebben we het fout gedaan? Oh. Nee, moeten we hem nou weer... Hoeven we toch niet weer te kalmeren? Ik hoop het niet. Oh, oeps. Ik ben hier niet zo goed in. We moeten het even opnieuw doen. We gaan het even opnieuw doen. Nu weet ik wel hoe het moet. Nu gaan we het wel goed doen. Yes. Oh, we zijn er bijna. Oh, ja, hij is groen. Yes, we hebben het gedaan. Dat paard is echt mooi trouwens. En hij is weer rustig. We hebben het goed gedaan. We gaan verder. Yes. Even op mijn paard stappen hoor. Oh, het is echt mooi hier. Let's go. Ik ben echt heel benieuwd hoe de rest eruit ziet. De boswachterspost is niet ver meer. We gaan rechtdoor. Oh, kijk nou. Ik kan hier, oh, hier kan je je thuisstal doen. Oh, dat is echt mooi. Ik denk dat het hier is. Yes, we zijn er. In het midden van het bos. Is iedereen er? Mooi. Het is tijd om verder te gaan. Oh, ik moet waarschijnlijk afstappen. Hallo, mag ik met je praten? Hallo. Ja. Wat gaan we doen? Oh, zo. Stephanie, jij mag het hekwerk langs de paardenwei repareren. Chiara, Enitan, probeer in het dichtgetimmerde gebouw te komen. Rani en ik gaan bij de andere gebouwen kijken. Oké, ik moet het hek gaan maken. Waar is dat hek? Oh, het is helemaal daar beneden. Wacht, ik pak even mijn paard. Kan ik hier gewoon naar beneden? Waarschijnlijk is het niet de manier om naar beneden te gaan, maar ik doe het gewoon even zo. Waarschijnlijk moeten we wel hiervoor afstappen. Ja. Ik vind het echt heel fijn dat je automatisch afstapt nu. Aan het bouwen. En hier ook. Dan moeten we denk ik even naar de andere kant. Dan springen we gewoon even over het hek heen. Mooi weiland hier met het meer. Oh, het is wel echt mooi dat meer hier. Al die bomen en zo. En dan hebben we er hier nog één. Volgens mij is het de laatste of niet? Is er nou een L hier? Volgens mij wel. Ja, cool. Niet de laatste. Dan zijn de laatste paar ergens hier. Even kijken waar dat zit. Hier is ook nog hek. Dit is nog allemaal heel... Het is echt een groot weiland. Oh, hier zo is het. Jammer dat je je paard niet kan roepen. Dat hij dan zo naar je toe komt. Nu moet je ook helemaal terug. Een lichtpaard rolde in de wei. Hier is het laatste hek. Zo, dan gaan we weer even naar mijn paard. Oh, dat hoeft niet. Oh, het witte hert. Oh, hij heeft wel hele enge ogen. We gaan iets mysterieus meemaken, stond er volgens mij. Oh, we mogen hem aaien. Oh, en daar gaat hij. Dat was wel erg gaaf. Ik had niet verwacht dat we hem nu zouden zien. En ons paard staat er weer, yes.
moeten we weer terug naar de andere. Ik ben benieuwd of we de andere kunnen vertellen of we het hert hebben gezien. En volgens mij gaan we dan ook nog iets meemaken. Want er stond net, als je het hert ziet, dat je dan iets gaat meemaken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, ze staan natuurlijk daar bij dat andere gebouw. Je ziet uit alsof je een geest bent tegengekomen. Ja, we gaan even bij elkaar komen en alles bespreken. Hoe ging het met het hek bij de paardenweide, Stephanie? Zijn jullie nog tegen problemen aangelopen? Er is niets gebeurd. Ik heb iets in het bos gezien. Laten we het maar gewoon zeggen. Ik geloof best dat je iets hebt gezien, maar je kunt soms dingen inbeelden als je heel erg moe bent. Dan lijkt het alsof er 100 paar ogen uit het bos naar je kijken. Maar goed, we hebben het gehaald. We hebben de... moeilijk woord. Bereikt en zitten nu aan de rand van het wilde woud. Maar we zijn hier niet alleen voor de lol. We moeten goed opletten. Het bos goed in de gaten houden. Onze taak als Jorvik Ranger uitvoeren en de natuur beschermen. Kom, we gaan aan de slag. Er is veel te doen. Hij wil ons niet geloven. Oh. Oh, nou, dat kon ik niet meer lezen. Lekker. Oh. Oké. Okay. Dat ging allemaal door elkaar. Op het Sekuya Plateau of zo. Geen idee hoe je dat uitspreekt. Als jullie weten hoe je dat uitspreekt, zet het in de reacties. Lekker geslapen. Ik heb in geen tijd zo heerlijk geslapen. Astrid en Yusuf zijn er inmiddels ook. Zie ik. Wat een drukte in de boswachterspost. Oeh, we krijgen een vest. De groep vertrouwt je. Je hebt onder moeilijke omstandigheden laten zien dat je een betrouwbaar teamlid bent. We hebben heel wat plannen voor het plateau. Praat met de anderen en ontdek wat zij allemaal te zeggen hebben. Oh, een luchtballon. Dus nu is het allemaal af volgens mij. Dan kunnen we alles gaan ontdekken. Ik ben benieuwd of we dat hert nog ergens gaan zien. Denk het niet. Eerst even met de anderen praten. We hebben het gered, Stephanie. We zijn door het wilde woud gereden en zijn heelheid zijn hier aangekomen. Min of meer dan. Het avontuur zit erop, maar niet voor jou. Ik zie je wel kijken naar het meer. Wat zit er volgens jou aan de andere oever? Ik vind het spannend. Ik ben nieuwsgierig. Ik word er zenuwachtig van. Ik ben nieuwsgierig. Mee eens. Wie weet wat aan de andere oever wacht. De expeditie van de Jorvik Rangers zit erop, maar die van jou volgens mij niet. Nee. Wij gaan naar de andere kant kijken zometeen. Als dat kan. Ik hoop dat dat kan. Volgens mij kan dat niet. Oh wacht. Maar hier kunnen we wel heen volgens mij. Daar gaan we dan zometeen nog eventjes kijken. Want ik ben er echt heel benieuwd naar. Hoi Stephanie. Ongelooflijk dat we hier zijn, hè? We gaan de ruige hoek verkennen. Ik heb al wat aantekeningen gemaakt over de unieke dierenwereld in dit gebied. Wat vind je van het wilde woud? Ik vind het spannend. Inderdaad, het lijkt een gebied waar alles mogelijk is. Rania vertelde gisteren dat er wilde Jorvik paarden leven. Welk paard heb ik nou net gekocht? Misschien zien we er wel eentje. Hij staat achter je. Hier nog heen. Dit, volgens mij in de nieuwe serie van Star Stable speelt volgens mij ook hier af. Hier zijn ook nog mensen. Hey, hallo, je bent met de andere Jorvik Rangers meegekomen. Dan ben je echt dapper. Die komt opeens omhoog, zo roep. Denk je wel dat Stephanie de hele tijd achteraan heeft gereden? Nee. Wees niet zo onaardig, Astrid. Weet je nog wat Rowan zei? Zonder Stephanie hadden ze het nooit gered. Je hebt gelijk. Sorry dat ik zo uitviel. Ik ben nog steeds gespannen na dat voorval gisteren. Zo erg was het niet. Alonso heeft je wond meteen verzorgd. Het was niet de wond waar ik zo van schrok. Maar goed, Stephanie, ik run prima proviant. Als je dus voer voor je paard nodig hebt, moet je bij mij zijn. Wat leuk. We moeten nog met één iemand anders praten. Oh, hier zijn ook winkeltjes. Hallo Stephanie. Hopelijk voel je je lekker na onze zware tocht. Ik moet het gewoon weten. Geloof jij in de oude Jorvikaanse foxverhalen? Ik weet het niet. Stel jezelf open voor de mogelijkheid dat er verhalen waar zijn. Kijk eens om je heen. Dit is een bijzondere plek. De Ruighoek heeft nog heel wat geheimen voor ons. Oh, maar hier komen dus ook winkeltjes. En daar zo kan je slapen en een luchtballon. Oeh, niet tegen de stenen aanknallen. Dan gaan we weer terug naar hem. Oh, hier komen reesjes. Oeh,
Oh, nu is het. Oh, nu is het. We hebben nog wel een paar andere missies. Maar ik ben. Even kijken wat we hebben. Dit hele mooie vest. Ik hou mijn eigen vest wel aan, maar is wel heel erg mooi. Even kijken. De taken van de Jorvik Ranger. Jera's natuuronderzoeken en onderhoud. Een boswachterspost op het plateau. Oké, nou laten we maar gewoon eentje gaan doen. Even kijken. Hier zo, ik wil de races. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de races. Help Rowan bij het opzetten van de buitenrijbaan. Moet je hiervoor afstappen? Oh nee, dat hoeft niet. Gelukkig. Zo. Gaan we weer terug. Doe mee aan Rowan's springwedstrijd in de regen. Oeh. Ik ben erg benieuwd. Dat zeg ik echt veel te vaak, sorry. Oh, gaat lekker. Oh, paard. Paard is geen springpaard. Oeh. Ja, we gaan nog. Deze best wel hoge hindernissen. Oh. Deze. En we zijn klaar. Nou, wat leuk. Paard is niet echt een goed springpaard, maar we gaan hem nog wel even trainen. Dat was erg leuk. Laten we nu even snel kijken bij de andere missies. Want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. we hebben deze en die. Laten we eerst deze gaan doen. Oh, dat zijn er twee. Wat is dit dan? Oh, dat is geen missie. Ha, laat maar. Welke doen we eerst? Ik doe wel deze eerst. Ontdek welke plannen Jera heeft. De biodiversiteit in de ruige hoek is echt ongelooflijk. Dan te bedenken dat we nog maar aan de rand van het bos zitten. Je bent dapper genoeg om het gebied te verkennen, Stephanie. Ik ben veel te druk met mijn studie en aantekeningen maken. Maar wacht eens, ik heb een idee. Als we nu eens jouw avonturen en mijn onderzoek samenvoegen, zou dat niet geweldig zijn? Op je tochten door het bos kun je foto's van het gebied maken die ik dan later kan analyseren. Oké, nou leuk. Ken je James Cloudmill? Maar al te goed. Dat is net als met die token dingen, denk ik. Ja, nou, we moeten dus foto's maken. Oh, die hier. Foto's. Ruigenboek. Ja, kunnen we hier weer foto's gaan maken. En hier zijn ook een paar dingen weer toegevoegd. Maar we hebben hier nog een missie. Ik wil, ja, deze. Help mee bij het opknappen van de boswachterspost op het plateau. Ik noem het gewoon even het plateau. Ik heb echt geen idee hoe je dat woord ervoor uitspreekt. Oh, was dat het? Oh, hier een takenbord. Wat moeten we allemaal doen? Geef de paarden water, voer. Oh, dat is net als met die staltaken. Oké, nou dan hebben we volgens mij alle missies gedaan. En dan kunnen we... Waarom kan ik er weer niet overheen springen? Omdat dat beest er staat. Nu kan ik er weer overheen springen, toch? Ja. Oh, kijk nou hoe mooi het hier is. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er aan de andere kant van het riviertje is. Dus daar gaan we heen. We kunnen hier het hekje openmaken. Dan kunnen we er doorheen. Volgens mij kan je hier gewoon in het water staan. Iedereen staat erin. Oh, het is wel echt heel gaaf hier. Kijk naar al die kikkers en zo. Laten we gewoon een beetje door het water eerst gaan. Oh, je kan echt van alle kanten op. Kijk nou, je hebt echt overal paden waar je heen kan. Laten we deze kant op gaan, denk ik. Het ziet er echt heel gaaf uit. Oh, hier kan je nog een foto maken. Zo, hebben we die ook maar weer.
het is echt heel gaaf over hier zo. Hier zo is niks meer. Even kijken hoor, want we kunnen ook nog naar de andere kant. Het is echt een heel gaaf bos. Het holle bos moet ook zo worden. Die heeft ook wel een update nodig. Al die planten en zo. Echt heel mooi gemaakt. Laten we even hier gaan kijken. Kunnen we hier doorheen lopen? Oh. Super gaaf. Maar hier waren we net ook al volgens mij. Laten we nu hierheen gaan. En een beetje naar de andere kant gaan. Ik denk niet dat we dat hert nog een keer gaan zien. Uitkijkpunt Hardwood. Dan kijk je uit over het hele mooie bos. Deze kant op. Oh, hier is de uitkijkpost. Kan je daar al in? Laten we even een kijkje nemen. Hier heb je vast een echt heel mooi uitzicht. Hier kan je hier kan je een foto maken ook. Laten we die foto maar ook meteen even maken. En hier kan je helemaal uitkijken over heel het bos. En je ziet een mooie waterval daar. Is dat van Dino Vallei? Oh nee, dat is deze waterval hier zo. Oh. Heel mooi. Dit is nog niet eens heel het gebied. Dit helemaal moeten we ook nog helemaal ontdekken. En je kan blijkbaar ook met je paard hierop. Laten we weer terug gaan. Hoe gaan we terug? Oh, daar is de trap. Ik ging de verkeerde kant op. Hier zo. Daar staat ons paardje weer. En dan kunnen we nog even daarheen gaan, want daar is ook nog wat. Hier kan je weer foto maken. Ik ben benieuwd wat er daar nog is. Volgens mij kan je daarheen of niet? Oeh, paard. Ja, wel even nog. Hier kan je ook in. Oh, hier is bij dat meer. Oh, oh. Oh, je kan ook helemaal daarin. Daar staat iemand. Wat nou als we hierin gaan? Oh, dan gaan we zwemmen. Oh, oké, dat kan niet. Die muziek ook. Het is alles is zo mooi hier. Star Stable heeft het echt goed gedaan. Hier is ook weer het meer. Hardwood Strand. Die wortels daar ook van de bomen. Oh, hier is de waterval. Dubbele waterval. Heel gaaf. Volgens mij hebben we nu wel ongeveer alles gezien. Oh, het is echt heel gaaf. Kan je hier ook nog doorheen? Ja, hier kan je ook nog doorheen. Dat vind ik echt leuk, dat je hier door die bomen kan. En daar is de uitkijkpost weer. Ja, nu hebben we volgens mij alles wel gezien. En voor de rest hebben we nog een paar missies met... kan je races doen en foto's maken. Dus we hebben alles wel gedaan. Ik vond het echt super, super mooi. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie snel weer bij de volgende video. Doei!